Vandaag gaan we op bezoek bij Lunchcafé Bijon en gaan in gesprek met Jamie en Luc. Yes. Jullie zijn zakelijke partners. Ja. En waarom zijn jullie samen dit bedrijf begonnen? Vorig jaar juni. Juni zijn we elkaar eigenlijk voor het eerst tegengekomen. We kennen elkaar wel al een beetje van dezelfde vriendengroep, maar nooit echt gepraat. Alles viel zo in elkaar dat het eigenlijk voor ons geen twijfel meer was om Bijon te gaan beginnen. En waarom deze naam? Waarom hebben jullie voor deze naam gekozen? Wij kijken heel erg, ja, Bijon in het Engels is verder kijken dan, meer dan. Voorbij. En wij proberen daar heel erg, wij denken heel erg na met onze productkeuze, met ons assortiment wat we aanbieden. We willen eigenlijk voor iedereen, dat iedereen hier langs kan komen, zowel met allergieën, mensen die vegan zijn, mensen die vegetarisch zijn. En zo proberen we eigenlijk alles een beetje verder te denken, zowel in de lunch als in de patisserie. Hebben we vegan opties, vegetarische opties, zodat eigenlijk iedereen bij ons welkom is en langs kan komen. Oké, en jij bent patisserier? Ja. Ik maak alle gebakjes hier, ja. En alle taarten. Oké. En bruidstaarten las ik. Bruidstaarten, verjaardagstaarten, macarons, koekjes, jam. We maken alles, alles zelf hier. Alles wordt hier zelf gemaakt. Ja. En wat is jouw taak hierin? In de patisserie niet heel veel. Dat is echt luxe kant, zeg maar. Ja. Het eindoordeel. Ja, het eindoordeel. Ze proeft goed mee. Oké. Ja. En op waar focussen jullie op? We hebben voor in de weekenden avondborrels. We hebben een high wine, high beer en high gin straks. En daardoor is weer een beetje de bij jongere doelgroep met onze bowls. En ja, we hebben ook wel specialere gerechtjes die je meer in grote steden tegenkomt en niet per se in het dorp zelf. En daarmee willen we een beetje de jongeren aanspreken om ook gewoon lekker in hun te blijven en hier lekker op het terras te gaan zitten. Maar ook om de ouderen juist weer een beetje kennis te laten maken met met nieuwe producten. Kant. Ja. Oké. Okay. En een bol. Er zijn hele speciale begrijpen. Kun je mij daar iets over vertellen? Ja. Bols is een beetje een begrip in de grote steden. Zo komen wij er ook bij. Ik heb er zelf voor de eerste keer in Eindhoven in gegeten. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. En we willen gewoon echt nadenken over kwaliteit en dergelijke. En toen dachten we, dat is wel leuk. Daar hebben ze nog nergens hier in Nuenen. Dus laten we met die bols aan de gang gaan. Bol heeft er ook mee te maken dat het vegan kan zijn. Het zijn gezondere opties vaak voor brood. Meestal zijn ook koolhydraatarm. Daar zie je nou ook steeds meer. Vegetarisch. Ja. Wordt er ook steeds meer naar gevraagd, naar een gezondere voeding, zal ik maar zeggen? Ja, dat merk je steeds meer. Ja, ik wil erg. Ja? Zowel in de lunch als in de patisserie. Mensen letten toch steeds meer op een etenstijl eigenlijk. Ja, maar patisserie is natuurlijk ook wel veel suiker. Ja, ja, en daar komen ook heel veel mensen voor langs om, om suikerarm of koolhydraatarm gebakjes. Langs of wij die hebben überhaupt. Ik ben er op het moment mee bezig, omdat er wel heel veel vraag naar is. Maar het is heel lastig om om suiker te vervangen in een product. Mm-hmm. Of hoe moet ik me dat voorstellen? In ontbijtservice? In principe krijg je het eigenlijk thuis geleverd en kan je het zo. Het wordt in een grote doos geleverd, een gebaksdoos. En eigenlijk hoef je alleen de deksel eraf af te halen en kan je beginnen. Eigenlijk is alles klaar. Ja. En lekker smikkelen. Ja, er zit een lekker sapje bij, er zit zoet bij en er zit hartig bij, inderdaad. Ja. En er is al vraag naar, of moeten jullie daar nog mee starten? Er is wel een vraag naar. We hebben best wel wat ontbijtjes sinds oktober weg kunnen zetten. Jullie zijn donderdag, dan is er een happy meal. Meal deal is dat. Ja. Oké, okay, dus dat wil zeggen dat jullie dan misschien ook 's avonds geopend zijn? Ja, dan zijn we inderdaad 8 uur open, van 8 tot 8 die dag. En dat is eigenlijk een 3 gangen dinertje voor €15. Dus je krijgt een soepje vooraf. Kan je kiezen uit zo'n bol waar we het net over hadden. Ja. En een gebakje van de patisserie, inderdaad.